ben een leerteam opgezet, of een extramuraal leerteam, dus echt in de wijk, om meer studenten een plekje te kunnen bieden om zich te ontwikkelen tot wijkverpleegkundigen, waarin ze hun eigen pad kunnen volgen. Dus ze hoeven niet zeg maar de opdrachten die ze vanuit school krijgen klakloos uit te voeren, van nou, dit is de opdracht en zo moet je hem doen. Maar ze mogen meer hun eigen idee eraan geven, met wat ze tegenkomen tijdens hun stage. Om zo meer de verpleegkundige helikopterview te gaan ontwikkelen. De hbo'ers en de mbo-verpleegkundigen willen we aan elkaar gaan koppelen om ze zo samen te leren werken en samen na te leren denken over van hey, wat is jouw rol, wat is mijn rol en hoe kunnen we dat samen gaan oppakken. Wij hebben dit initiatief aangepakt door gewoon met z'n allen in het diepe te stappen. Erik Jansen is er ooit bij betrokken geweest en die zei, we schrijven het gewoon net op een bierveeltje en we gaan het gewoon doen. We hebben gewoon wat teams, wat wijkteams opgetrommeld van, goh, vinden jullie dit leuk? We hebben een wijkteam bij ons, bij TSN Thuiszorg. En we hebben een wijkteam bij Lentes, dat is een GGZ-instelling. En we hebben een wijkteam bij NNCZ bereid gevonden om met ons mee te doen. En die zijn dus met z'n drieën overkoepelend samen gaan werken van, hé, wat kom jij nu tegen bij jou in de wijk, in de thuiszorg en bij Lentes en bij NNCZ. En daarvan hebben hun een project gemaakt en dat zijn ze gaan uitvoeren. In de loop van het jaar is Emma Koolbeek van het ROC Mensen Altijd ook aangesloten. En we zijn dus nu ook de mbo'ers erbij. Dus nu hebben we in plaats van alleen een hbo-ver, hebben we ook een mbo-ver. En vanaf februari komen er ook viggers, verzorgende IG'ers bij. De hobbels die wij tegen zijn gekomen zijn dat we bijvoorbeeld opeens geen stageplek hadden. Of geen mbo'ers hadden, die we wel hadden bedacht. Maar doordat bij het mbo mogen studenten zelf kiezen waar ze stage willen lopen. En dan gaat de voorkeur vaak uit naar het ziekenhuis. Dus opeens hadden we een heleboel studenten en opeens hadden we niks meer. Dus daar zijn we nu mee bezig. En we zijn ook bezig dat we het vooraf ook gaan uitleggen aan de studenten van wat houdt het nou precies in. Waar stap je in en wat kun je verwachten? Want dat was ook wel een beetje een hobbel dat studenten in tranen uitbarsten van ik heb geen idee wat ik moet doen en helemaal in paniek. Maar 2 weken later was het dan weer over. Als je maar even inderdaad goed uitlegt wat de bedoeling is van het extramurale leerteam. In het begin hadden wij dat bierveeltje en wij hebben nu wel echt wat meer op papier gezet. Zodat je wat meer handvaten hebt, wat meer structuur, wat meer duidelijkheid. Dat werkt niet alleen prettig voor ons. Maar dat werkt ook prettig voor de andere organisaties die hierbij aangesloten zijn ondertussen. Maar ook voor de studenten zelf, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben toch wel wat op papier, maar toch dat het wel flexibel is. Dat we nog wat dingen kunnen wijzigen. Wat ik merk bij de collega's bij TSN op de werkvloer is dat zij de manier van begeleiden heel erg leuk vinden. Normaal gesproken is het zo dat een stagiaire gewoon of student HBO achter je aanloopt en doet wat jij doet. Maar nu moeten de studenten echt zelf gaan nadenken van, hé, wat zie je nu? En waar ligt jouw interesse? En dat loopt natuurlijk van wondzorg naar de wetzorg en dwang of naar medicatieveiligheid. En dat pakken ze dan op. Dus het is heel anders begeleiden, meer loslaten, meer coachen. In plaats van meenemen en aanleren van, wat doe ik als verpleegkundige? Werkbegeleiders of de collega's op de werkvloer vinden dit gewoon heel erg leuk. En die staan nu in de rij om ook deze vorm van stage te mogen gaan vormgeven in hun team. Dus als je dit ook zou willen, dat je het gewoon doet. En dat je ook probeert om teams dus mee te krijgen, enthousiast te zijn, lef tonen, maar ook durf los te laten. Het gaat nooit van een leien dakje. Je komt altijd weer hobbeltjes tegen en die moet je dan gewoon weer even glad strijken. En het is gewoon ontzettend leuk. Je moet het gewoon doen. Ons toekomstplan is nu dat we gaan uitbreiden. Dus we zijn nu heel druk op zoek naar nieuwe organisaties die hier in het noorden met ons mee willen doen. Zodat we meer van die stationnetjes kunnen maken om die overkoepelende leerteams te gaan maken. En we zijn bezig samen met Netwerk Zon, met het innovatieplatform, om onderzoek te doen naar het leerplezier en binnen deze verschillende stagevormen. Dus ja, dat is een beetje de toekomst wat we willen gaan doen. En we hopen zo heel veel verpleegkundigen en maar ook straks verzorgende IG op te kunnen leiden tot enthousiaste werknemers. Of ze nou in de thuiszorg gaan werken of ergens anders. Maar dat we weer mensen hebben voor onze beroepsgroep.